Buenos dias of goeiedag. Wie benieuwd is naar hoe het met Alejandra gaat, naar bezoek aan ons land, kan even meekijken naar haar leven op de boerderij. Daar woont ze met haar man en 3 dochters. Wij leefden mee met de familie tijdens Semana Santa of de Goede Week. Eerste activiteit was het maken van rosquillas. Dat zijn gebakken koekjes van maïs, vaak in ringvorm. In het huis van haar ouders maakt Alejandra samen met haar familie de koekjes. Iets verderop woont Alejandra. Zij behoort tot de meer welgestelde boerenfamilies. Ze bezit een groot bakstenen huis en ook een truck. Dat is in fel contrast met de houten huisjes van de buren. In het huis zijn er 4 slaapkamers, een living en een keuken. Er is zelfs elektriciteit. Buiten is er nog een keuken waar men de afwas doet en kleren wast. De badkamer bevindt zich ook buiten. Stromend water is er niet. Wel heeft men vaten met een voorraad water. Voor een douche neem je een emmer water mee en maak je je nat met een kommetje water. De douchecabine is niet afgedekt, dus je staat in open lucht. Het toilet is een stenen pot met een gat in boven de grond. Het hok wordt afgedekt met een zeil. In de tuin zitten varkens, ganzen, hanen, kippen, eenden en buffels. Iedere soort heeft een eigen houten hok. De dochters hebben een beurtrol voor het voederen en het kuisen van de koten. Wanneer wij er zijn, zijn er net kleine kuikentjes geboren. De jongste dochter, Maria Alejandra, toont ons 4 haar nieuwe vriendjes. De buffels gebruiken ze om het land te bewerken. Alejandra en haar man bezitten zo'n 21.000 vierkante meter grond. In de tuin staan heel wat fruitbomen. Zo zijn er mango's, avocado's en papayas. Ook zijn er struiken met granadilla. Dat is een zoete vrucht die ze vaak verwerken in fruitsappen. Maria Alejandra slaat mango's uit de boom en snoept er de hele dag van. Om de Goede Week te vieren gaat de familie naar het strand. Daar zet ze zich op een zeil op de grond en eten kip en rijst mee met een andere familie. Op het terras van een bar drinken ze ook enkele tonjas. Erna gaat de hele familie de zee in. Iedereen houdt daarbij zijn kleren aan. 'S Avonds smullen we nog van lekkere mango's en avocado's en belegde boterhammen. Dan keren we met de truck terug naar huis. De volgende dag nemen we afscheid van Alejandra en haar familie. Hopelijk snel tot weerziens.